Nachtventilatie. Het is zo dat in ons klimaat we in principe het moeten kunnen doen zonder koeling. Actieve koeling dan. Dat kan mits je nadenkt op zonwering. Mits je ervoor zorgt dat het gebouw voldoende capaciteit heeft. Thermisch opslagvermogen kun je dat noemen. Heb je dat laatste, dan kun je gebruik maken van nachtventilatie. 'S Nachts koel je het gebouw af. Je zou kunnen stellen dat de koelte wordt opgeslagen in de capacitieve materialen. En overdag geniet je van de opgeslagen koelte. En het eindresultaat is dat je in ons klimaat op een vrij correcte wijze de binnentemperatuur onder controle in de zin van voldoende comfortabel kunt houden.